Een groot deel van de fietstunnels in en rondom Leiden krijgt een metamorfose. De grijze muren worden beplakt met enorme kunstwerken van honderden meters lang. Met dit soort muurschilderingen moet het aangenamer worden om op de fiets te stappen. Op dit moment wordt er in deze tunnel gewerkt aan één van de kunstwerken. Een enorme klus voor kunstenares Barbara van Druten. Ja, het is wel echt gigantisch, hè? 240 meter. Het is echt huge. En waardoor heb je laten inspireren? In dit geval voornamelijk door de route naar Katwijk en wat daar allemaal op te vinden is en wat erop terugkomt. In de tunnels komen taferelen die typisch zijn voor Leiden en omgeving, zoals het strand of Museum Naturalis. Het idee achter de tunnels is om een route te laten zien van Leiden naar Katwijk en andersom. Eigenlijk om mensen meer aan het fietsen te krijgen, bij wijze van. Maar om ook echt te laten zien wat je allemaal op die route kan tegenkomen. Veel mensen op Facebook reageren en het wordt veel gefotografeerd. En heel veel reacties maakt het los. Ja, en dan het weer.